Mijn naam is Jan-Willem Korenromp. Ik ben geboren en getogen in het Tuindorp. Nou, als ik iets over Tuindorp kan zeggen, dan is saamhorigheid staat wel echt heel hoog in het vaandel. Wat heel plezierig is, dat is dat als je iets organiseert, dan kun je vrijwilligers vinden. Vrijwilligers die gewoon belangeloos iets voor je doen. Ik ben vrij actief altijd op Tuindorp geweest, stichtingsbestuur gezeten. Ik ben nu 10 jaar voorzitter van Wijkcentrum het Lansink. En alleen al in het wijkcentrum zijn op dit moment tegen de 70 vrijwilligers. Wat ook heel leuk is, dat is dat we dit jaar de kunstmarkt 20 jaar geleden zijn begonnen. Dus die bestaat 20 jaar. Een kunstmarkt rond die vijver met 150 kunstenaars en die allerlei vormen van kunst laten zien. Het leuke daarvan is inderdaad dat iedereen elkaar treft op die zondag. En het is gewoon feest om dat ook te organiseren. En elk jaar houden we een heel klein beetje geld over. Wij sparen dan voor kunst in onze eigen wijk. Inmiddels hebben wij de wijk als kunstmarkt 2 kunstwerken kunnen aanbieden. 1 van Job Horst. Job Horst is inmiddels al overleden, maar geweldig dat wij een beeld van hem aan de vijver hebben. En het tweede kunstwerk is van Rinus Roelofs. Nou, zeker de moeite waard om een keer te komen kijken. En 27 mei... onthullen wij een derde kunstwerk op de hoek van de Mattermeestraat. En dat kunstwerk dat is van Van Sekhuis. En dat symboliseert eigenlijk de trots van het Tuindorp. Het wordt een kunstwerk op hele hoge poten met een gouden huisje. Met daarop een klein mannetje wat trots is op zijn wijk. Dat huisje is van goud. Nou, dat kunstwerk dat wordt onthuld. En dat is wel heel leuk. We hebben toch een link naar Stork weer. Dat beeld wordt onthuld door Gijs Stork uit Amsterdam. En Gijs Stork die is bekend in Amsterdam in de designerwereld en de kunstwereld. Dus hij heeft ook een link naar kunst.